In deze video wil ik het hebben over weerstand. Nu, het is niet de weerstand die we aanzetten op de bron, dat de enige weerstand is in de volledige schakeling. Zelfs de bron heeft een inwendige weerstand, maar de draden ook. De draden hebben ook een weerstand. En hier in deze video ga ik meer specifiek ingaan op de weerstand van de draden. Om de weerstanden van die draden te kunnen berekenen, hebben we behulp nodig van een nieuwe wet. En die wet noemt wet van Puget. De wet van Puget is een wet waarmee dat we de weerstand van de draden kunnen berekenen. De weerstand uitdrukt in ohm. Als je dat niet meer weet, kijk naar mijn vorige video's, serie parallel, dat wordt daar uitgelegd. De weerstand van de draden, aan wat is dat gelijk? Aan wat is R gelijk? Om de weerstand van de draad te kunnen berekenen, hebben we sowieso ook nog de doorsnede van de draad nodig. Hoe dikker de draad, hoe minder weerstand, hoe dunner de draad, hoe groter de weerstand. Dit kunnen we uitdrukken in vierkante millimeter. Het spreekt ook voor zich dat hoe langer de draad wordt, hoe meer weerstand de draad zal hebben. Dus de lengte van de draad voorstelt de letter L en uitgedrukt in meter. En we hebben nog een vierde element nodig. Dit is rho, de Griekse letter rho. En rho staat voor ohm vierkante millimeter per meter. Dat is de stof waaruit dat de draad gemaakt is. Het is koper, heeft een grotere weerstand dan zilver, maar is wel beter dan aluminium. Dus de stof speelt er ook een rol in. Ik ga u de formule al geven. R is gelijk aan rho maal L gedeeld door A. Dus, of andersom, R maal A is gelijk aan rho maal L. Ik heb die A gewoon naar voren geplaatst. Klopt dat hier wel wat ik zit te zeggen? Dan ga ik het controleren. R, ohm. Ik schrijf dus enkel de symbolen op de eenheden op. Dus ohm maal vierkante millimeter, dus die A, is gelijk aan ohm vierkante millimeter per meter. De brug zit maar doorgetrokken worden. Maal meter. We zien hier maal meter gedeeld door meter, dus die twee kunnen wij zo gedacht schrappen. En we zien hier ohm vierkante millimeter is gelijk aan ohm vierkante millimeter. Dus die wet klopt. Ik heb hier zo een tabel. En hier zien we dat het beste materiaal, wat een beetje prijsschappelijk blijft, is zilver. We zien hier rho 0 en rho 15. Rho 0 staat voor de soortelijke weerstand bij 0 graden. En dit is 0,015 ohm voor zilver. Wat wil dat nu eigenlijk zijn? Stel, je hebt een draad. Dit is een elektrische draad. En de lengte hiervan, van deze volledige draad, is 1 meter. En de temperatuur is 0 graden Celsius. Dan, als we hier een ohmmeter op gaan aansluiten. Een ohmmeter is eigenlijk een meter waarmee je de ohm meet, de weerstand meet. Dat spreekt helemaal voor zich. Dus de ohmmeter, die gaat, als de draad perfect 1 meter is en het is 0 graden en de ohmmeter is perfect, dus heeft geen verliezen, heeft geen afwijkingen, alles is in orde, dan zou hij hier normaal gezien, als het zilver is, 0,015 ohm moeten meten. Ik heb ook een voorbeeld mee. Stel nu, hier, je hebt een bron. En hier, dat is een radio. En die bron kan bijvoorbeeld een stopcontact zijn, maakt niet veel uit. En die radio heeft een ohmse weerstand van, laten we zeggen, 150 ohm of zoiets. Ik ben wel aan het gokken. We hebben hier, ik heb gezegd, stopcontact is 230 volt. En de draad is uit koper.
De doorsnede. Wat de doorsnede, wat zouden we nemen? 1,5 vierkante millimeter. Dat is een heel gebruikelijke draad. En de temperatuur is 15 graden. Het is lente, hè, 15 graden. We nemen onze tabellen erbij. We kijken hier naar koper. 15 graden. We zien hier 0,0175. Dus we kunnen opschrijven, rho is gelijk aan 0,0175. Mijn vraag is, hoeveel stroom loopt er door die kabel? Oké, dus we weten, I is gelijk aan U gedeeld door R. U, kun je wel direct opschrijven, is 230 volt. Dat is dit hier. Maar nu die R. We kunnen zeggen RR van R radio plus RD van R draad. Dus de totale weerstand in heel deze kring is de weerstand van de radio plus de weerstand van de draad. We gaan eventjes de weerstand van de bon, de inwendige weerstand van de bon, buiten beschouwing houden. Laten we vanuit gaan dat die perfect is. Oké. Ik heb nog geen lengte gegeven. De lengte, laten we zeggen, is 50 meter. Dat wil zeggen, stopcontact en de radio, daartussen zit 50 meter. Oké. Nu, hoeveel is de draadweerstand? RD is gelijk aan die formule van hier. Rho maal L gedeeld door A. Die rho kennen we. 0,0175 maal 50. Maar, pas op, ik zeg de lengte is 50 meter. Er zit hier 50 meter tussen. We zien hier de stroom vertrekt, maar de stroom keert ook terug. Dus als ik het 50 meter door en ik 50 meter terug. En daarom moeten wij hier nog een keer maal 2 doen. Ik geef je nu haakjes, dat is niet net nodig. Maar het is om aan te duiden dat die 50 hier dubbel meetelt. Omdat het een keer door en een keer terug moet. Gedeeld door 1,5 vierkante millimeter. We gaan een keer een formule heten, want ik heb een breekmachine. 0,175 maal 50 maal 2 gedeeld door 1,5. En dit komt uit 1,16777 enzovoort. Ohm. Dus de totale weerstand van de draad is 1,167777 enzovoort ohm. Als we de formule erbij nemen hier, I is gelijk aan 230 gedeeld door 150 hier van de radio, plus de weerstand van de draad is 1,167 enzovoort. We gaan het terug in de formule gieten. 230 plus 150 plus 1,167. Zien we een stroom tevoorschijn komen van 1,52 ampère. Nu, oké, we weten de stroom, 1,52 ampère. Maar stel dat je de doorsnede niet kreeg van de draad, dat de draad totaal onbekend is, maar je kreeg wel de diameter. Je kan die diameter meten. En stel nu dat de diameter hier, dat die 1 mm is. We mogen nu geen 1 mm schrijven, want dit is doorsnede. Die 1 mm, om dat om te zetten, iedereen kent dat, de doorsnede is hetzelfde als de oppervlakte van de cirkel. Dus wat doen we dan? Die 1 mm is de diameter. En de 1,5 mm is gelijk aan de straal, voorgesteld door de letter R van die cirkel. Wat is de oppervlakte cirkel? Iedereen kent dat. R maal pi is gelijk aan R kwadraat maal pi. De straal, een halveke, in het kwadraat maal pi is gelijk aan kwadraat maal pi 0,785 enzovoort vierkante millimeter. Dus daarmee moet je opletten.
dat je altijd in vierkante millimeter werkt en niet in millimeter. Zo, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Als jullie nog vragen of bedenkingen hebben of opmerkingen of wat dan ook, schrijf ze eronder in de comments. Ik zal ze allemaal lezen en zo spoed mogelijk op antwoorden. Als jullie nog ideeën hebben voor een volgende video, laat het ook gerust weten. En ja, liken en subscriben of ja, abonneren is gratis. Dus allemaal doen. Ciao!